Het monumentale gemeentehuis in Boskoop heeft een nieuwe bestemming. De Boskopers hebben er lang op moeten wachten. 3 jaar geleden fuseerden de gemeenten Boskoop, Rijnwoude en Alphen aan de Rijn en sindsdien staat het leeg. Het Koenekoop College en de bibliotheek worden de nieuwe bewoners. De huidige locatie van de middelbare school is de Snijdelwijk. Die ligt buiten het centrum van Boskoop. Waardoor eigenlijk alleen de kinderen vanuit de Snijdelwijk naar ons toe kwamen. Misschien een beetje vanuit dit deel. Maar de mensen die aan de andere kant in Boskoop wonen, konden net zo makkelijk naar Alphen fietsen. Kunnen net zo makkelijk naar Alphen fietsen. En u wilt de Boskoopse leerlingen gewoon terug bij u op school? Zo is het. De afgelopen jaren is het leerlingaantal teruggelopen. De rector is ervan overtuigd dat de nieuwe locatie ook voor nieuwe scholieren zorgt. Maar dat is niet het enige pluspunt. Nieuwe huisvesting, dus dat betekent energiezuinig. Mooie, moderne onderwijsruimtes. Lagere onderhoudskosten, dat soort dingen. Het Koenekoop College wordt niet de enige bewoner. Ook de bibliotheek verhuist naar het monumentale pand. Veel Boskoopenaren, mensen uit Boskoop hebben daar ook echt emotioneel iets mee. Want ze zijn er bijvoorbeeld getrouwd of ze gingen natuurlijk vroeger naar het gemeentehuis. Het pand zal natuurlijk aangepast worden naar de huidige tijd. Maar juist de trouwzaal en een aantal glas- en looddingen die blijven natuurlijk juist in het pand. Omdat dat heel kenmerkend is. In de zomer van 2018 hopen de nieuwe bewoners in het oude raadshuis te zitten. De verbouwing van het pand begint binnenkort en met een beetje geluk is het over 1,5 jaar weer volledig in gebruik.